mensen. Waarom kruipt er hier een worm over mijn land heen? Alsjeblieft, ik haat mensen. Wat ik net zei. Ik haat wormen. Ga alsjeblieft. Oh nee, ga weg. Ga fucking worm, ga weg. Waarom? Yo kijkers van Duffy Games. En leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe aflevering van Sky Factory. We gaan vandaag weer lekker verder met Sky Factory. Heb jij er zin in? Klik of eens even op dat duimpje omhoog. Ben je nieuw abonneer? Welkom. We hebben natuurlijk gisteren allemaal kunnen zien wat er hier is gebeurd. Gelukkig is alles zo'n beetje nu inmiddels weer tussen haakjes heel. Hier mist inderdaad nog wel ons automatische systeem. Maar daar wil ik me nu niet te druk om gaan maken. Ik heb zoiets van, dit werkt allemaal nu. Het weekend komt er alweer bijna aan. Dat betekent, in het weekend hebben we natuurlijk de extra aflevering. Laten we ons dan lekker gaan focussen op het repareren van het hele gebeuren hier. En het craft en weet ik het allemaal. Laten we nu gewoon lekker bezig gaan met hetgeen wat wij al heel erg lang af willen hebben. En dat is dan natuurlijk wel hetgene genaamd. Terwijl ik dit trouwens eventjes zo wil zetten. Vraag me niet waarom, maar ik wil gewoon de vol even bovenaan hebben staan. Nee, deze is ook nog vol. Wacht, deze komt dan nog daar te staan. Dan komt die zo, zo. Nee, die komt zo, zo. Zo. There we go. Ja. Wat ik nu gewoon wil gaan doen is ik wil gewoon ook wel even de Draconic af gaan maken. We zijn natuurlijk nu inmiddels al zo erg lang wat dat betreft mee bezig. Dat ik zoiets heb van, ja, maar we kunnen nu natuurlijk ook wel eens eventjes de boel gaan afmaken. Om zomaar te zeggen, hoe is dit eigenlijk? Zit hier eigenlijk allemaal nog genoeg dingen in? Daar zit dat nog in? Zit hier alles nog in? Nee. Dus we kunnen dan... Moeten we überhaupt nog iets... Nee, die gaat al snel genoeg wat dat betreft, toch? Ja, oké. Deze moet alleen nog wel leeg. En dat gaat nog wel even moeite kosten. We kunnen natuurlijk gewoon 15 erin douwen. Dan gaat het even wat sneller. Want dit gebeurt er dus wanneer het op een tussen haakjes hold staat. Alles stekt ontiegelijk snel op natuurlijk. En ja, dat moet natuurlijk allemaal nu verwerkt gaan worden. Maar dat gaat in ieder geval allemaal goed komen. Hoef ons nu geen zorgen over te maken. Is dit ding nog wel aangesloten? Moet ik toch ook even checken of deze wordt nog wel gewoon helemaal gelegen en right en zo alles of niet? Ja, voor mij gaat deze nog wel gewoon leeg. Alleen dat heeft gewoon nu te maken met dat er gewoon allemaal extra dingen in zitten wat gewoon weg moet. Ik douw er ook gewoon even dit allemaal bij in. Ik heb zoiets van, ja, weet je, mag ook allemaal gewoon lekker weg. Gaat allemaal vanzelf worden opgeruimd. We hebben weer een kleine holding line om zo maar te zeggen, maar dat maakt voor de rest helemaal niet uit. Goed, we hebben een bed nodig. Hebben we nog genoeg wol daarvoor? Ja, dat hebben we zeker. En hebben we dan ook nog wood? Ja, hier. Oké, there we go. Mensen lieten namelijk wel een reactie achter hoe ik daadwerkelijk mobs uit kan zetten hier op mijn eiland. Alleen... Om helemaal mobs uit te gaan zetten betekent ook dat we natuurlijk geen mobfarmer hebben. Dat vind ik een beetje te, om zo maar te zeggen. Dus wat wij gaan doen is als volgt. We pakken namelijk eventjes nu wederom wood. Zo. Pakken we daar een stekje van. En dan pakken we nu eventjes kijken. Een kool flikken we erop en there we go. We maken gewoon eventjes zoveel torches dat je denkt van... Ja, maar duf, zoveel heb je echt niet nodig. Maak me geen moer uit, oké? Okay? Maak me geen moer uit. En we gaan nou ook mijn partij torches plaatsen, zeg je u tegen. Gewoon hop, hop, hop. Zo. En dan gaan we het ook nog eventjes weer vanaf deze kant. Hop, hop. Want hier gaan geen mobs meer spannen, kan ik jullie melden, mensen. Er gaan hier geen mobs meer spannen, want ik ben daar helemaal klaar mee. Echt waar, het is zo verschrikkelijk. Al die mobs die overal keer op keer spannen, dat we blijkbaar gewoon een soort van... Ja, we moeten gewoon overal heel veel torches plaatsen. En natuurlijk had ik al veel eerder moeten doen. Het is ook mijn eigen schuld, hoor, daar niet van. Maar neemt natuurlijk niet weg dat het wel gewoon pretty fucked up is hoe het natuurlijk is gegaan. En elke keer als we natuurlijk nu een nieuw stuk grond eigenlijk erbij maken, ja, moeten wij gewoon meteen torches plaatsen. Want anders hebben we natuurlijk een kans dat uiteindelijk alles kapot gaat. Nee, die ziet er allemaal niet mooi uit, al deze torches. En jullie begrijpen natuurlijk zelf ook wel. Op een gegeven moment zullen die torches vanzelf weggaan. In de zin van, ze zullen kapot gaan of wat dan ook. Er zal een keer iets gebouwd gaan worden of weet ik het allemaal. En dan gaat het allemaal vanzelf wel weg. Maar voor nu heb ik zoiets van, ik flik gewoon hier gewoon even random overal gewoon torches. Ja, dit is een zware torch overkill, maar dit is gewoon dat ik zoiets heb van, ik wil niet nog een keer het hebben dat dadelijk alles weer naar de galamiezen gaat. Dus vandaar dat ik dit lekker eventjes nu lekker extreem hier doe. Want dit is natuurlijk allemaal wel, wat dat betreft, belangrijke apparatuur. En dat is natuurlijk zonde als dat allemaal kapot gaat voor saus. En ik heb natuurlijk hier eigenlijk helemaal geen torches. Want wat er dus is, zodra het dus één keer nacht wordt, dan spawnen hier natuurlijk meteen overal mobs. Je hebt precies van, haha, het is nu onze tijd om te gaan. En ik heb precies van, nee, het is avond, ga weg. En vooral natuurlijk die creepers, dus ja, maar goed. Dit moet nu in eerste instantie wel eventjes genoeg zijn. We flikken hier nog wat tussendoor, zo. En wat hier eigenlijk allemaal achter gebeurt, ja, nou ja, heel cru gezegd, maar het zij zo. Dat boeit me eigenlijk niet zo heel erg veel. We kunnen hier nog wel even wat torch omheen flikkeren, zo. En voor de rest, ja, weet je wat ik zei, de rest boeit me niet zo heel erg veel. Of hier allemaal nu mobs bij nog spannen. Dan spannen ze hier beneden en, nou ja, dat dus. Goed, we hebben hier of overal nu torches staan. Het ziet er inderdaad niet uit, I know, maar... Just to be sure dat de boel heel blijft. Goed, kunnen we nu eindelijk door met Draconic Evolution. Hehe. Want we hebben natuurlijk al een aantal dingen gemaakt. Maar we zijn er nog niet. We hebben namelijk nog niet de hoe.
Gaan we die ooit gebruiken? Nee, willen we hem hebben? Ja. De pickaxe hebben we natuurlijk nog niet. We hebben nog niet de shovel en we hebben ook nog niet de staff of power. Oeh, er gaat 48 miljoen power in. Jeetje, en we hebben natuurlijk ook het zwaard nog niet. En ik heb zoiets van, ik wil natuurlijk alles hebben gemaakt daarvan. Voordat we natuurlijk doorgaan met wat anders, want dat is natuurlijk wel zo leuk. Inmiddels is dit ook allemaal alweer opgeruimd, super chill. Dus dat gaat ook door. Nice, en wij kunnen in ieder geval lekker door. We gaan beginnen met een Draconic Hoe. En dat oh. Moet je nagaan, mensen. Dat maak je gewoon letterlijk van een Diamond Hoe. Dat is, ik zeg het oprecht, dat vind ik verrassend. Wauw. Awakened en Draconic Core. Even kijken, hebben we nog zo'n ding? We hebben wel Awakened, die hebben we wel. En we hebben nog wel nog meer Awakened. Ja, 1, 2 hebben we daarvoor nodig. En dan moeten we even zo'n, bijvoorbeeld van die cores bij craften. Hebben we die even voor alles nodig? Ja, ja, ja. Nee, bij deze trouwens niet. Dus we moeten er 1, 2, 3. Sowieso hebben we er dus nog 4 van nodig. 1, 2, 3, 4. Laten we die dan maar meteen craften, want yo, dan hebben we die shit vast. Zo, dan kunnen we nu dus de Draconic hoger maken. Ik heb geen idee wat voor een extra ability dat ding gaat hebben. Ik hoop eigenlijk iets met een auto-grow erop zitten. Want ja, het is een fucking dure ho wat dat betreft natuurlijk om hem te maken. Maar dat zal waarschijnlijk wel weer niet erop zitten. Maar goed, we kunnen hem in ieder geval aan gaan flikkeren. Ik vind het overigens raar dat we niet eens een Wyvern ho hoeven te maken ervoor. Maar ja, weet je, aan de andere kant, zou mijn rotzorg zijn, joh. He? Gaan hem gewoon allemaal één, inderdaad, hoppatee, en gaat lekker door. Ik moet trouwens ook wel zeggen, natuurlijk, we gebruiken dit ding, dit apparaat, regelmatig. Maar hij zit nog steeds niet vol met de power. Ik had wel verwacht dat hij al vol zou zitten, maar dat valt op zich best wel tegen. Dit is nog steeds helemaal vol, toppie. Zit hier nog genoeg in? Ja hoor, minstens 40 van deze ingots ook. Oké, top. We hebben hier voor je onze Draconic Hoe. Is die zo groot of wat? Het lijkt gewoon zo. Dat ziet er trouwens wel heel... Kijk hoe die hoe eruit ziet. Dan heb je mijn ogen erbij zo van... ik ben Duffy. Oh my god, dit modpack, joh. Jongen. Nou, we laden hem even snel op en dan gaan we natuurlijk even snel met X kijken hoe en wat, allemaal, wat we er allemaal mee kunnen. Want hij heeft natuurlijk weer allemaal speciale abilities. Wat men ook in de reactie achterliet, zei Duffy, je hebt die ring nu niet meer nodig. Je kan door je Draconic allemaal vliegen. Geloof ik allemaal heel erg, maar fuck dat. Ik hou gewoon lekker die ring ook aan, want ik heb er geen last van dat die aan is natuurlijk. We kunnen hier nu weer met X en dan erop klikken. Allows to adjust the tool for mining area effect. Oké, dit is een 1x1. Oh, we kunnen... Wacht, kunnen we dan nu gewoon... Wow! Ha! Fucking nice. Oké, we hebben dus blijkbaar hier ook nu wormen van gekregen. Ik haat wormen. Ik vind dat fucking smerig. Dus don't drop you. Ga lekker de void in. Maar we kunnen... Mensen? Waarom kruipt er hier een worm over mijn land heen? Alsjeblieft. Ik haat wormen. Ga alsjeblieft. Oh nee, ga weg. Ga fucking worm, ga weg. Hij is gone, oké. Wat ik dus zei, mensen, ik haat... Oh nee. Oké, ik weet niet wat er was, maar we zaten vast in de farmland. Ik vind het heel vies. En ik heb nog nooit meegemaakt dat zoiets hier kan... fucking farmland. Dat zoiets hier kan rondhuppelen. Maar blijkbaar is dat in ieder geval een possibility. We maken dit allemaal snel weer dicht. Maar ik moet zeggen, de hoe is wel handig. In de zin van, we kunnen dus daadwerkelijk gewoon grote stukken in één keer mee weggaan. In plaats van 1x1, gewoon nu een 5x5. Dat is natuurlijk wel handig eraan. En voor de rest kunnen we er nog meer mee. Automatic fill up dirt with your inventory. Fill the one deep... Oh, dat is natuurlijk ook wel makkelijk. Er zit een autofill op, maar... Niet echt nodig, we hebben natuurlijk onze staf daarvoor. Maar hey, wederom een itemje voltooid. Ik moet zeggen, het heeft weer een leuk eigen ding, om zo maar te zeggen. Goed, dan de Draconic Pickaxe. We hebben daar een fully repaired pickaxe natuurlijk voor nodig. Want ja, we gaan lekker moeilijk doen allemaal. Zo. Dit is even weggooien, zo. En ik doe nu zo. Kijk, dan hebben we hem in ieder geval wel. Ja, ik weet niet waarom hij altijd daar zo moeilijk over doet van... nee, ik wil geen kapotte dingen. Maar goed. Standaard procedure. We hebben weer een core nodig. Dat is oftewel deze. We hebben deze nodig. En we hebben wat Awakened nodig. Awakened, dat is deze. Hop en hop. Zo. En die kunnen we dan hier even kijken. Die komt daar. En dan kan de pickaxe erin. Ik hoop... Sorry, wat doe ik verkeerd? Ik doe iets verkeerd. Wat doe ik in godsnaam verkeerd? Ik heb de verkeerde core gepakt, zie ik al. Ik heb een paarse, maar ik moet een oranje hebben. Core. Ik heb jou nodig. Ik heb niet. Ik denk al van hè, waarom doet hij dat niet? Maar nou, kijk, ja, je bent verkeerd. Jij moet door. En dan kunnen we deze zo, hop,
Start, kijk, there we go. Oké, dan. Kan gebeuren, mensen. Een menselijk foutje natuurlijk. En een menselijk foutje. Overigens, ja, mensen, ik weet dat daar rechts, dat deze kist nog niet is aangesloten hier weer op. Niet dat het heel veel uitmaakt, maar het is speciaal voor jullie heb ik het weer gedaan. We halen ondertussen wel even al dit cobblestone eruit, hoor ik je denken, durf waarom. Als we eventueel zand nog weer nodig hebben, dan hebben we tenminste genoeg daarvan. Hij is al klaar, joh. Jemig, wat een snelheid. Oké, we hebben hiervoor nu ook een pickaxe. 16 miljoen power gaat hier natuurlijk ook weer in. En ja, mensen, ik weet het. Ik moet ook nog steeds de batterij maken. De batterij om een soort van autofill te hebben, zeg maar. Omdat de apparaat kost natuurlijk allemaal stroom. En met een bepaalde batterij kan ik ze vanuit mijn inventory weer opladen. Moet ik ook nog maken. Ik weet dat die er is. Ik heb de reactie erover gezien. Ik heb het alleen nog niet gemaakt. The more you know. Oké, we hebben hier dus nu ook de Draconic Pickaxe. Dig Speed Multiplier. Allows you to adjust how fast the tool breaks blocks. Wauw. Dit zijn van die dingen, mensen. Dit heb je dan nodig in gewoon Minecraft. Maar goed, dat heb je weer niet. When the neighbor show the blocks of cover the tool morning. Geen idee. Dig Dive. Gaat dit er ondergrond in? Ik denk het wel. Safe mode, when enabled to break anything, to say bla 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 bla. Nou goed, in ieder geval, je kan hier allemaal weer bepaalde dingen doen. Kijk, dit is wel ziek, je kan dus nu een 5x5 chunk, of chunkje, weghalen in één keer als je die aan zouden zetten. Handig. Oh, je hebt ook nog verschillende profielen, joh. Oh. Aha. Oké, the more you know, the more you know. Ik bedoel, ik weet dat ook allemaal niet, maar vandaar dus. Oké, dan hebben we nog een aantal dingen te craften. Namelijk een schep. Een staf en een zwaard. Een schep. Een schep. Dat is niet zo heel moeilijk om te maken. Die kunnen we ook nog wel even gaan maken. Natuurlijk kunnen we dat niet. Want we hebben een kapotte schep. En ik werk niet met een kapotte schep. Ik wil alleen maar het beste materiaal. Sorry mensen. Maar zo denk ik dan dat Draconic zeg maar doet. Weet je wel. Zo van. Ik wil alleen maar het beste materiaal. Die. En dan. Awakened Draconic. Deze. There we go. En dan gaan we ook nog een schep maken. Ik denk dat dit ding ook weer zoiets gaat hebben van. Yo, we kunnen een zo bij zoveel gat graven. Heel snel. En weet ik het allemaal. In ieder geval, dat denk ik. Want. What else could it be? Dus ik denk zoiets. Maar we zullen het zo meteen gaan zien. Hij is toch zo opgeladen. Dus ik zie het gaat echt mokertje snel. Daar komen de balken zo weer naartoe. Hoppatee. En opladen maar. En we zijn klaar. Dankjewel. En we hebben nu een Draconic Shovel. Eén nadeel vind ik wel eraan. Als ik dus die Draconic items in mijn handen heb. Je ziet ze niet zo goed. In de zin van ze zijn te groot voor het. Ja, voor het zicht of zo. Dus ik weet het niet. Maar goed. Inmiddels. de power gaat er hard naar beneden. Wanneer je kaart aan het craften bent met Draconic. Ik bedoel, ik wil niet zeggen dat. Maar. We hebben op dit moment niet eens genoeg om nog één ding helemaal op te laden. We hebben maar 8 miljoen energie op dit moment erin zitten. Dus hij moet even flink doorbunkeren met energie bij te farmen. Maar dat gaat in ieder geval wel goed komen. We hebben in ieder geval een nieuwe schep. We drukken X en we klikken erop. Kijk aan. En ja, snelheid dinges. Eigenlijk gewoon hetzelfde als de. Zie je het ook inderdaad weer. Eigenlijk hetzelfde als de pickaxe. Die dan inderdaad gewoon puur voor het scheppen bedoeld. Hij ziet er wel gek uit trouwens, die schep. Hij ziet er ook echt best wel gek uit. Maar goed, we hebben in ieder geval wederom eentje vol. Even het besef, mensen. We hebben dus nu voor 60 miljoen aan power hier zitten. En dan zit even aan mijn afronden naar, even gewoon netjes naar 15. Het is natuurlijk 16, maar maakt niet uit. Dan hebben we hier nog eens een keertje 30, 60, 75 miljoen power hier ook nog zitten. Oké, eigenlijk 80 miljoen, want er moet nog 5 bij. Dus 80 miljoen hier, 60 daar, is 140 miljoen power hebben wij op dit moment aan slash om ons heen. Op dit moment al wat we in Draconic Evolution hebben zitten. Weet je hoe mokerveel het is? Laat ik zo zeggen, als je dit modpack begint, kan je je dat bijna niet voorstellen dat het zoveel is. In my opinion. Maar goed, dit moet ondertussen even opladen. We gaan morgen verder met het maken van de Draconic staf. Maar ook van het zwaard. Ik denk eerst het zwaard, maar die kunnen we dan in één keer nog vullen. Dan ziet het tenminste af. En daarna gaan we dan bezig met de staf ook nog te craften. Oh, wait a second. Oh, voor de staf moet je. Aha. Voor de staf gaat dus daadwerkelijk een Draconic pickaxe erin. Die moeten we gaan upgraden met zowel een Draconic shovel als met een Draconic sword. Plus nog een keer al die andere items. Wow, oké dan. Die keek wel naar uit. Ik heb werkelijk wel geen idee. Het lijkt een soort van all-in-one inclusive pakket om zo maar te zeggen. Maar het vliegt niet uit, want ik wil natuurlijk sowieso alle tools hebben. Plus dat ding, want ik wil gewoon elk item hebben. Maar dit gaat nog wel eventjes geniaal worden, want dit kost best wel veel. We moeten namelijk dus nog een pickaxe maken. Wel, ik weet niet of we de volle geladen erin kunnen doen. Kan dat wel, doe ik dat natuurlijk. Maar kan dat niet, moeten we nieuwe gaan maken. Maar
Dat hoeft op zich allemaal geen enkel probleem te zijn. En dat gaan we dan gewoon lekker morgen doen. Voor nu mensen, allemaal enorm bedankt voor het kijken naar deze aflevering van Sky Factory. Mocht je het leuk hebben gevonden, doe ik ervan maar dat duimpje omhoog gaan klikken. Als je nieuw bent, abonneer. Welkom. En mensen, tot morgen.